Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag ben ik samen met Charissa onderweg naar de Beeldentuin. Want het leek ons leuk om een dagje cultuur te gaan snuiven. In de Beeldentuin schijnen allemaal mooie zandbeelden te staan onder een bepaald thema. Wat het thema is, dat zullen we snel door ontdekken. We moeten alleen wel even zorgen dat we nog binnen kunnen komen. En dat doen we door even een kaartje te boeken. De Beeldentuin vanaf 13 jaar. Nou, dat zijn we. Reserveer. Ja, er staan hier dus beelden van een bepaald thema. Dit jaar is het thema Rien Poortvliet. Verhalende vertellen of tekenen vertellend. En zijn tekeningen hebben zij in sculpturen hier dus neergezet. En ik moet zeggen, dat hebben ze echt heel knap gedaan. Het zijn hele mooie beelden waar je dus doorloopt en ook het verhaal meteen meekrijgt. Naast alleen kijken kun je ook allerlei opdrachten doen, zoals hier. Daar hebben ze 41 spreekwoorden afgebeeld met een zandsculptuur. En aan ons dan de opdracht om in te vullen welk nummer welk gezegd is. Ja. Mocht je nou nog nooit in het Rijksmuseum zijn geweest, dan kun je ook gewoon hier naartoe komen. Want hier hangt hij ook, de nachtwacht. Alleen dan denk ik niet de echte. Tussen het rondkijken door kun je ook even lekker gaan zitten voor een kopje koffie. Om even alles te bespreken wat je hebt gezien. Mocht je nog niet genoeg hebben van alle Veluwse dingen om je heen, dan heb je hier een hele grote souvenirwinkel waar je van alles mee naar huis kan doen. We zijn klaar bij de Beeldentuin. Vonden we het leuk? Ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het ook leuk. Voor het hele gezin zeker een aanrader om te doen. Het is niet alleen maar kijken, maar je kan ook dingen doen. En daarnaast is het ook gewoon echt heel mooi gemaakt. We geven deze activiteit daarom een 7. Ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt. Doeg!